Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of hoe laat het dan ook bij jullie thuis is. Welkom bij alweer de vierde aflevering van Rauwse C's Social Hour tijdens Dutch Media Week hier in Beeld en Geluid in Hilversum. Ik ben jullie gast vandaag. Mijn naam is Maarten Rijgensberg, eindbaas bij Rauwse C. En ik heb twee goede vrienden meegenomen. En aan mijn linkerzijde voor de kijkers rechts zit Boudewijn Chalmers Hoink van Papendrecht. En aan mijn rechterzijde voor de kijkers links zit Thomas van Schaik. En ik ken jullie al best wel goed. Boudewijn, dames eerst. Waar zouden mensen jou voor kunnen kennen? Ze kunnen mij kennen als oud social media manager van het Van Gogh Museum. Van 2016 tot 2021 heb ik daar voor 9,6 miljoen hele lieve volgers mogen zorgen. En sinds kort heb ik mijn eigen bedrijf opgericht, genaamd Bubble Shooters Network. En dat herhalen we nog één keer. Bubble Shooters Network. En gelijk gaat die mediawaarde omhoog. Dat is ongelooflijk. Ja. Daar gaan we voor, ja. En ik heb nu de eer om internationaal musea en kunstenaars en eigenlijk de kunstwereld te mogen adviseren over de inzet van social media. Want dat is nog steeds wel ernstig nodig. Dat is precies nog ernstig nodig, ja. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Thomas, wie ben je eigenlijk? Ja, mijn naam is Thomas van Schaik. Ik heb een verleden in de sport. Ik ben 15 jaar lang aan de slag geweest bij Adidas. Daar was ik Global Brand Director. Een van de dingen waar ik daar verantwoordelijk was Global Icon Building. En dat ging er eigenlijk over hoe sporters met hun sociale media omgingen en hoe ze sterkere merken werden. Daarna heb ik nog een periode bij NOC-NSF gewerkt. En nu ben ik ook voor mezelf begonnen. Dus we kunnen elkaar de hand geven als beginnende ondernemers. Ja, met een platform dat heet The Athlete Brand. En dat richt zich op het equiperen van topsporters voor de digitale tijd. En eigenlijk zouden we ook wel behoefte hebben aan The Artist Brand, gok ik dan zo. Ja, The Artist Brand, The Author Brand. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is wel een kans. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. De titel van deze talkshow is Rodin of Auguste Rodin versus Tim Tebow. En nu kende ik Rodin wel, want ik heb een klassieke opleiding genoten. Maar Tim Tebow moest ik even achter mijn oren krabben. Thomas, wie is Tim Tebow? Ja, Tim Tebow is een Amerikaanse voetbalspeler die eigenlijk het meest bekend geworden is door een signature movement, om dat maar eens even in goed Nederlands dan neer te zetten. Dat heb je goed verengelst. Ja, zeker. Ja, nee. Dutch Media Week. Dutch Media Week. Nou ja, dat moet hier kunnen. We zien hem hier op het scherm. Voor iedere wedstrijd schiet hij even een kort gebedje. Hij is religieus. En deze beweging, deze knieling, deze knielpartij, dat kreeg een naam en dat werd T-bowing. En voor we het goed en wel wisten, was de hele wereld aan het T-bowen. Dus dit wordt een meme, een hype, waarbij eigenlijk voor ieder monument in de wereld, als je T-bowing, Eiffeltoren intypt, dan krijg je 700 mensen die aan T-bowen zijn voor de Eiffeltoren. En eigenlijk is dit een mooi idee, een mooi voorbeeld van. We kennen nu natuurlijk allemaal Colin Kaepernick. Tenminste, ik weet niet of jullie hem allemaal kennen, maar Colin Kaepernick was een quarterback van de San Francisco 49ers. Die ook knielde voor aanvang van de wedstrijd. Maar dat deed in protest tegen het toegenomen politiegeweld. Ook dat kreeg heel breed navolging. Maar daarbij zie je dat eenzelfde signaal hele verschillende ladingen kan hebben afhankelijk van degene die het doet en de intentie waarmee dat gebeurt. En met name die intentie, dat je zelf bepaalt wat het is dat je communiceert en dat je daarover nadenkt en dat je dat met intentie doet, is denk ik een haakje waar we misschien verderop in het gesprek nog op terugkomen. Ja, wat kan je zeggen dat zo'n signature move ook wel vergelijkbaar is met het handschrift van een kunstenaar? Of? Nou, ik denk dat de herkenbaarheid van een sporter op verschillende manieren kan worden gestimuleerd. En het handschrift van de kunstenaar, zal ik maar even zeggen, de stijl, is er daar nadrukkelijk één van. Als je naar signature movements kijkt, om die metafoor uit te breiden, dan zijn er vier categorieën. Er is een signature move of preparation, nou die zien we hier. Er is een signature move of celebration. Nadat je scoort, dan zien we Usain Bolt dezelfde move maken. Er is een signature move of demonstration. Dat is wat Colin Kaepernick doet, maar dat is ook wat Smith deed na de Spelen na het WK in Mexico. En dan is er nog een demonstration, celebration, preparation en
Ja, er is er nog één. Illustration? Nee. Dat zou wel... Postgame zijn? Nee, commercialization. Oh nee, natuurlijk niet. Innovation. Ah. En daar komen we op. En dat is bijvoorbeeld de kruifturn. Hè? Dan ben je echt het spel opnieuw aan het uitvinden. Mm-hmm. Nou, het turnen is er daar vol mee. Hè? Dus iedere axel of iedere kunstschaatsen. Die worden dan genoemd naar de sporters die dat het eerste doen. Nou, dat soort nieuwe technieken, dat zul je ongetwijfeld in de kunst ook hebben. Ja. Dat mensen iets nieuws innoveren. Ik bedoel, de Rembrandt schaduwen, die worden nu nog zo genoemd. Dus dat is een signature move of innovation. Ja, wij als beelddenkers, ik als beeldend kunstenaar in rusten, moest natuurlijk meteen aan Auguste Rodin denken toen ik Tim Thibault zag. Het plaatje van Auguste Rodin, Luna. Yes, kijk, ze luistert goed. Ja. Gegiegel uit de regie. Die twee tegenover elkaar, dat was eigenlijk het beeld waarin we deze talkshow wilden inleiden. Het gaat vooral over de kansen die beeldend kunstenaars, en dan heb ik het over professioneel kunstenaars en professioneel sporters, hebben op social, pakken op social. En vooral eigenlijk ook de kansen die men laat liggen. Het is natuurlijk bij de kunsten wel wat anders dan bij de topsport. Het gaat allebei over talent. De topsporter die wordt echt erkend in zijn talent. En vaak zo'n beetje tot zijn 33ste, 35ste. Dat is dan zeg maar het hoogtepunt van je topsportcarrière. En dan ben je, als het goed is, heel beroemd. En dan heb je dat netwerk opgebouwd. En dan kan je daarop vegeteren, zeg maar. Doorgroeien. Ja, doorgroeien. Doorgroeien. Ja, opteren. Ja, bij de kunsten is dat vaak anders. Want een beetje succesvolle kunstenaar is een dode kunstenaar. Of zijn er gelukkig ook andere voorbeelden? Er zijn ook gelukkig andere voorbeelden, maar er zijn inderdaad wel heel veel wegen naar Rome. Als je dan kijkt naar Rome, een soort van het zijnde dan bekende kunstenaar worden, als dat natuurlijk ook het doel is. Want bij Van Gogh was het eigenlijk ook niet per se zijn doel om mega, mega bekend en mega, mega goed te verkopen. Hij wilde gewoon maken. Dat is natuurlijk voor heel veel kunstenaars vaak het geval. Het is een heel erg innerlijke drang om te scheppen, om te creëren. Maar bij kunstenaars zie je dat nu vaak een wat traditionele pad, dat je naar een academie gaat. Nou ja, dan bouw je een netwerk op en vanuit daar heb je een gallery die je vertegenwoordigt. Kom je misschien een museale collectie in. Dat is dan soort van het droompad eigenlijk wat je afgaat als kunstenaar. Dat klinkt wel als een vrij traditioneel pad. Ja, precies. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere routes. Nou ja, ik denk gelijk zullen mensen denken ook direct aan Banksy natuurlijk. Mm-hmm. Op social media, dat hij, nou ja, we weten natuurlijk niet wie het is, maar hij gebruikt natuurlijk social media. En nou ja, denk aan de Sotheby's auction natuurlijk, waar zijn werk verkocht was en door een shredder heen ging. Ja. En dat dus live werd gestreamd en dat het werk eigenlijk werd. Dat werk gaat nu ook weer in de verkoop. Ja. Ergens binnenkort wordt het weer geveild. Ik ben benieuwd of er dan nog een... De snippers gaan worden verkocht. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren. Ja, laatste goed voorbeeld van zo'n casus was die Deense kunstenaar. Die had volgens mij van een Deens museum, ik denk, €80.000 geleend. Dat was fantastisch. En die heeft gewoon een blank canvas opgeleverd. Gewoon een leeg doek. En de titel van het werk was Take the Money and Run. Ja, dat is ook... Inspirerend. Maar dat is ook kunst. En dat is wel het bijzondere. Ja, wat is kunst? Dat is natuurlijk een heel ander gesprek. Dan zitten we hier over een paar dagen nog. We hebben met elkaar afgesproken dat we het alleen over broodkunstenaars en broodsporters gaan hebben. Ja, precies. Maar met een kunstenaar is dus inderdaad... je kan heel erg bekend worden vanaf jongs af aan al. Veel later ook natuurlijk. Maar ook inderdaad, het gebeurt zeker dat kunstenaars inderdaad pas na hun overlijden eigenlijk pas wordt erkend als zijnde een genie. En je hebt in het verleden natuurlijk veel kunstenaars die echt de media gebruikten om bekend te worden. Ik denk dat Andy Warhol daar een goed voorbeeld voor is. Deze talkshow gaat natuurlijk vooral over social media. Dus daar moeten we ook ons focussen. Heb je nou het idee dat de kunstenaar... antwoord op die vraag, dat is eigenlijk een retorische vraag. Want ja, kunstenaars hebben meer mogelijkheden om zichzelf te laten zien. Maar wordt er nou ook echt gebruik van gemaakt? Heb jij het idee dat podium wat je voor jezelf kan creëren ook echt betreden wordt? Ja, door sommige mensen wordt het heel erg succesvol gedaan. Denk aan bijvoorbeeld Damien Hirst of bijvoorbeeld Banksy. Als je het account van Damien Hirst ook bekijkt, het is gewoon... Ja, dat is ook, als je hem ook googelt, dan zie je ook kunstenaar,
kunstverzamelaar en ondernemer, zie je ook staan. En dat is iets wat je sowieso heel erg kenmerkend is voor deze tijd. Maar je ziet zeker, er is wel een aantal kunstenaars die het heel goed weten in te zetten. Die ook hun werk verkopen via social. Die ook niet eens meer worden vertegenwoordigd door een gallery bijvoorbeeld. Die echt hun hele netwerk halen vanuit social. Maar mijn bedrijf was er niet geweest als ik niet denk dat dat meer zou kunnen natuurlijk. Ik denk nee, je noemde niet voor niets ondernemer. Yeah. Ik denk dat dat met de intrede van social media wel weer een soort van revival heeft gekregen. Ik bedoel, de klassieke kunstenaars die wij kennen waren allemaal ondernemers. Dat waren allemaal broodkunstenaars die commercialiteit niet uit de weg gingen. En op een gegeven moment werkt in opdracht, ja. Ja, en op een gegeven moment is een periode geweest waarbij commercie een beetje vies was. En was het meer van de leidende kunstenaar. Precies, en daar komen we nu langzamerhand weer een klein beetje uit, heb ik het idee. Maar als je over nadenkt, inderdaad, Rembrandt maakte eigenlijk bijna al zijn werk in opdracht. Ja. Dus dat was eigenlijk ook, werd gewoon op die manier voor betaald. Dat was gewoon commercieel iets. Het was ook echt een ambacht. En dat is inderdaad in de 19e eeuw is dat eigenlijk omgewisseld naar inderdaad meer het idee van de kunstenaar die op zijn zolderkamertje zit, een leidende kunstenaar die inderdaad die geen geld heeft. Nou ja, Van Gogh is natuurlijk het stereotype beeld daarvan. Misschien is het ook wel een beetje begonnen bij hem. Ook al weten heel veel mensen niet dat Van Gogh eigenlijk heel erg prima verdiende. In de zin van dat zijn broer sponsorde hem. Zij hadden een soort deal eigenlijk. Hij zei van als jij maakt dan en stuur je die werken op naar mij. Zijn broer was een kunsthandelaar, het genaamd Theo. En dan zorg ik dat jij kan schilderen en dat jij je benodigdheden. Dus die zorgde gewoon elke maand dat Vincent wat geld had, zie je ook in zijn brieven terug. Met hele bestellijsten van verf en kan je nog even dit. En na zijn dood is natuurlijk de echte eerste kunstmarketeer opgestaan. Jo van Gogh Bonger. Ja. En zij heeft echt haar hele leven gewijd aan hem bekendmaken. Is volgens mij ook de eerste die ook daadwerkelijk een werk direct van hem gekocht heeft, toch? Dat is Anna Boch is dat geweest. Ah, dat is een broer van een bevriende kunstenaar. En dat is inderdaad de enige persoon die echt tijdens het leven van Van Gogh inderdaad echt een schilderij heeft gekocht. Tekeningen en dergelijke worden wel hier en daar wel verkocht. Maar ook Van Gogh paste zich aan de markt. Hij maakte bijvoorbeeld veel bloemstillevens, juist met het idee dat die verkocht zouden worden. Ja. Dus dat is inderdaad wel grappig, dat heel vaak met name in de instellingen, in de musea, dan wordt commercie natuurlijk wel een beetje eng. Licensing deals een beetje eng natuurlijk. Ja, ik weet nog dat het Stedelijk op een gegeven moment gesponsord werd door Mercedes-Benz. Nou, dat werd bejubeld en tegelijkertijd schande over gesproken. Ja, precies. Maar het gebruik van social media hoeft niet per se te zijn dat je eigenlijk je artistieke vrijheid daarmee beknopt. Het is juist iets, een hele directe lijn, een hele directe kans om jezelf te positioneren. En dat is iets wat heel mooi is aan social media. Het geeft je, het is heel erg een belangrijke tool die je kan hebben. Maar dan moet je wel inderdaad weten hoe je moet gebruiken. En dat is inderdaad waar je nu een onderscheid in ziet. En waar ik hoop ook wel met mijn bedrijf verandering in te kunnen brengen, is dat nu vaak de kunstenaars die bekender zijn, zijn degene die ook het spel wel goed weten te spelen. Mm-hmm. Dus of ze komen soort van vanuit het klassieke systeem, als het ware inderdaad. Dat ze via de galleries, via het netwerk, via de beurzen. En dan hebben natuurlijk de galleries, die vinden het ook heel belangrijk dat social media natuurlijk een sterke positie heeft. En ook een belangrijke positie om ook inderdaad steeds meer verkoop te gaan stimuleren. Maar ook voor kunstenaars inderdaad. Als jij dat als individu heel goed weet te doen, denk aan Damien Hirst. Ja, dan kan je daar heel erg veel. Dat is echt je vrijheid die je daarmee vangt natuurlijk. Ik kom straks nog even terug op die galeries. Maar Thomas, hoe zie jij de ontwikkeling van social in de sport? Want nou, nog even aanhakend op wat Boudewijn zei. Ik denk dat als je naar de sport kijkt, dan zie je jongens en meiden van 17, 18 en 19 doorbreken als talent. Die worden dan onderdeel van een industrie die ze eigenlijk niet echt begrijpen. Ze zien niet echt waar het geld precies zit en waar die waarde precies gecreëerd wordt. Als je aan een sporter vraagt wat zijn vak is, dan zal die toch echt, een professionele sporter heb ik dan over, dan zal die geneigd zijn om te zeggen dat winnen zijn vak is. Ja. Terwijl met winnen in principe niet heel veel geld te verdienen valt. Dus dat idee van die transitie die sporters nu aan het maken zijn van medewerker, van employee naar entrepreneur. Ja. Die transitie van oké, je runt je eigen business in een business. Hè, dat je accepteert dat er miljarden omgaan in de sport. En dat het volledig legitiem is als sporter om daar een aanzienlijk percentage van te verdienen. Die metafoor die laat zich ook wel transfereren naar de kunstwereld. Dat er in de wereld, in de kunstwereld, heel veel geld verdiend wordt. En dat je natuurlijk geboren bent om te creëren. En dat je je ideeën wil overbrengen op doek. Dat is duidelijk. Maar dat er daarnaast ook een zakelijk en ondernemend kans is.
waarvan ik mensen zou aanbevelen om daarop te kapitaliseren. Omdat de expressie en het ondernemen elkaar niet uitsluiten. Mm. Hè? Je kunt jezelf zijn, je kunt je eigen boodschappen creëren, je kunt je eigen dromen najagen wat betreft je eigen stijl en creatie. En toch je commerciële positioneren. Dus dat dogma wat in de 19e eeuw is neergezet, dat wordt wel tijd dat we dat doorbreken. Nou, ik denk als we naar sporters kijken, dat de ondernemende persoonlijkheid zich eigenlijk in drie verschillende aspecten laat vangen. Je hebt de champion, mm-hmm. Dat is eigenlijk alles wat er achter je ligt, je reputatie, alles wat je al gewonnen hebt, het pad wat je afgelegd hebt om daar te komen met je talent. Mm-hmm. Dan heb je als tweede de competitor. Dat is zeg maar even je inner gladiator. Daar gebeurt het, daar wordt gevochten, daar gaat het over excellence in execution. Taken uitvoeren, doen wat je coach zegt, beter dan gisteren. De tegenstander verslaan, hè? Wie er ook tegenover je staat, die moet plat. Dat is de competitor. En dan is de laatste, is de creator. En de creator die denkt naar over wat er morgen gebeurt. Dus de champion lives in the past, de competitor lives in the present en de creator lives in the future. Zie je dat ook in de tijdspad van sporters, dat ze ook van eigenlijk van die drie stadia naartoe hoppen? Nee, het is een persoonlijkheid die als ondernemer moet je ze alle drie beheersen. Okay. En in verschillende mate kunnen opspelen naar gelang wat er nodig is op dat moment in je business. Dat is wel precies de uitdaging natuurlijk waar we nu voor staan. 100%, ja. Omdat sporters die voelen zich natuurlijk heel erg fijn en comfortabel bij de competitor. Ja. Dat is waar ze excelleren. En dat is natuurlijk waarom ze staan waar ze staan. En ik hier zit. Weet je wel? Dat is natuurlijk, zij kunnen dat beter dan wie dan ook. En daardoor verliezen ze eigenlijk die creator en de toekomstvisie in sommige gevallen uit het oog. En zijn ze aan het creëren zonder plan. Zou je dan kunnen zeggen dat bij de kunstenaar de persoonlijke voorkeur wat meer bij de creator ligt en dat juist die competitor? Ja, ja, hangt er vanaf hoe je hem definieert inderdaad. Want in die zin, wat je eigenlijk ziet, is inderdaad heel erg een shift. Zo zou ik het zelf inderdaad willen zien, van de kunstenaar naar echt de maker inderdaad. Dat je dus inderdaad, naast dat je dus inderdaad, je maakt kunst, maar je maakt ook je eigen identiteit en je eigen positie. Je bent heel erg, en dat is het mooie aan deze tijd, dat je heel erg, mensen kunnen heel erg self-made zijn. Je hebt heel erg veel, voor je gevoel heel erg veel kansen en dingen zelf in je locus of control, weet je, om zelf, je kan zelf je eigen identiteit, je kan zelf je eigen stem vinden en zelf dat ownen. Maar dat is ook wel weer gelijk, want dan precies, want de sporter voelt zich meer comfortabel als competitor. Voor een kunstenaar voelt zich ook wel het meeste thuis natuurlijk in een atelier en dat zie je ook als er een opening is in een gallery, heel veel kunstenaars die zeggen, oh, niet helemaal mijn ding. Moet ik met al die mensen praten en dan moet ik praten over mijn werk? En dat is dan voor sommige mensen is dat best wel een uitdaging. En dat is ook wel gelijk het lastige voor heel veel mensen in deze tijd. Dat geldt ook wel voor veel sporters, denk ik. Ja. Waar je bij de sport de agent hebt, die zijn zaken behartigt, heb je dat in de kunsten natuurlijk met de galerist. Precies, ja. Zijn galeries nog van waarde op dit moment? Als je als kunstenaar zo in staat bent, de middelen hebt om, stel het is je ding, hè, want het is ook iets wat je moet leren. Ja. Het is altijd een beetje mijn frustratie. Ik heb de kunstacademie gedaan en het ondernemen, dat heb ik zelf moeten leren. Terwijl eigenlijk ben je op een academie, ben je ondernemers aan het kweken. Ja, ja, maar het komt eigenlijk niet echt aan bod. Ik weet wel inderdaad dat bij de Royal Academy of Arts in Londen hebben ze inderdaad één vak over social media. En dat soort van, maar dan één vak, eigenlijk één les. Gewoon één gastcollege, that's it. Dat is vrij karig. Dat is als vrij een karig. Van de meest succesvolle Engels kunstenaars. Dat is best wel, ja. Dus dat is wel heel erg lastig. En daar, dat is dus in die zin is dat het voordeel van de galeries eigenlijk op dit moment, dat kunstenaars ook niet weten hoe dat dan werkt. Maar ik denk dat het voor galeries wel heel erg belangrijk is dat ze blijven innoveren en blijven meeontwikkelen met de tijd. Ik denk aan ook het verpakken en verplaatsen van kunstwerken en het netwerk en de beurzen en mensen face-to-face zien. Nou, ik sprak gisteren een beeldend kunstenaar en ik vroeg hem van, goh, weet je, jij doet het supergoed op social, Diederik Kruijveld, jij doet het supergoed op social, waar heb jij eigenlijk nog een galerist voor nodig? En toen zei hij wel van, ja,
Een galerie is wel mijn ticket naar de beurzen. En om nou als beeldend kunstenaar daar een stand te huren, dat is een stap te ver, zeg maar. Ja, het is net als een beetje als musea. Ik weet al, toen ik begon bij het Van Gogh, eerst bij het Stedelijk Museum nog, toen vroeg ze ook aan mij, merkte een beetje een soort van angst rondom social en rondom digital. Dat was toen natuurlijk nog niet zo super oud. In 2010 is Facebook natuurlijk begonnen. Dat mensen dachten van ja, maar gaan mensen dan, komen ze nog wel kijken? En ja, hoe is dat dan? En ook voor heel veel kunstenaars, bepaalde, sommig werk is heel Instagrammable. Nou ja, het werk van Diederik Kraaienveld super Instagrammable, maar sommig werk ook niet. En dat is inderdaad natuurlijk een uitdaging hoe je dat. Dus het is nooit, net als voor musea, dat het niet geldt dat online zal nooit de echte ervaring van naar een kunstwerk. Nou, daar hebben we zelf natuurlijk een mooi voorbeeld van. We zijn samen naar Cathedra wezen kijken in het Stedelijk. En dat deed mij denken aan dat ik voor het eerst een Yves Klein live zag. Naast Cathedra hangt trouwens een Yves Klein. Ja, prachtig. Had minder impact. Want het waren het vergeten af te stoffen. En dan is die kleur blauw is echt minder intensief. Ik weet dat ik met de kunstacademie in een van die kunstpaleizen in het Roergebied kwam. En ik kende Yves Klein, kunstenaar bekend om zijn kleur blauw die hij ook gepatenteerd heeft. Ja, echt klein blauw. Had ik tot nu toe alleen nog maar gezien in de boeken. Toen was er nog geen social media. Ik kende toen alleen nog maar van Instagram, zeg maar. Dat Instagram is, zeg maar, wat vroeger een boek was. En ik stond voor dat werk en ik werd echt helemaal opgezogen door dat werk. En dat kan je never nooit via een beeldscherm of een boek bewerkstelligen. Dus ik trek ook de noodzaak van galeries en musea in die zin ook niet in twijfel. Wel denk ik dat musea en galeries veel meer kunnen doen om in ieder geval de kunstenaars zelf te trainen om meer met dat bereik te doen wat voor de voeten ligt. Ik denk dat er ook heel erg veel kansen daar liggen, inderdaad, om juist ook de kunstenaar als persoon. Nou, wij hadden het ook over inderdaad met sport natuurlijk ook. Inderdaad, jij vroeg aan mij, ik ben zelf minder thuis in de sportwereld, maar inderdaad, welke club speelt Ronaldo? Ik weet eigenlijk nog steeds niet. Want het is, ik heb zelfs voor in mijn tijd bij Van Gogh heb ik naar zijn Instagram geanalyseerd, omdat het ook, het is een individu, maar Van Gogh is ook een individu. Het is natuurlijk een museum helemaal rondom één man gemaakt. Dus ook daar kan je van leren. Voor een gallery is het inderdaad, denk ik, heel veel kans om dus dat individu ook sterker naar voren te brengen. Want ja, je doet wel zaken doe je met mensen. Weet je, dat is een mooi haakje naar jouw verhaal over dat topclubs zich op een gegeven moment achter de oren gingen krabben. Dat de individuele sporter meer bereik had dan de clubs. Nou ja, zonder meer. De one-liner daar is: humans are bigger than highlights. Ja. Icons equal eyeballs. Mm-hmm. Als we, het was een cadeautje aan sportsmarketeers dat Cristiano Ronaldo en de Portugese voetbalbond na een wedstrijd exact dezelfde foto plaatsten. Dat was een foto van een groepje juichende spelers die bij elkaar stonden. Cristiano die plaatste dat op zijn handle op Instagram en de Portugese voetbalbond ook. En de Portugese voetbalbond kreeg 64.000 likes. Nou, zeg niet heel weinig. Dat zijn er meer dan ik dagelijks op mijn Instagram handle. Na deze talkshow niet meer trouwens. Nee, natuurlijk, dat ontploft natuurlijk. Maar Cristiano postte dezelfde foto en die had er meer dan 4,5 miljoen. En nu is de vraag als sponsor, als commerciële bedrijf, is dan wie sponsor je dan? Natuurlijk zijn er risico's verbonden aan het sponsoren van Cristiano Ronaldo. Ik snap dat. Het is een individu, het is ook maar een mens. Geen supermens, een superatleet. Dus dat komt met allerlei zwaktes. Gaat dat gepaard. En derhalve ook risico's. Maar mensen volgen mensen en mensen volgen geen logo's. Dus dat idee dat de toekomst van de sport athlete-centric is, dat het meer om de sporters gaat dan om de clubs, die transitie zien we steeds verder toenemen. Dus op het moment dat Cristiano Ronaldo speelt momenteel voor Manchester United, op het moment, hij is deze zomer, is hij met honderd. Deze zomer, dat verandert per jaar. Hè? Dus deze zomer is hij verkast. Hij ging van Juventus uit Turijn naar Man United en ik heb het scherpe nummer niet. Maar ik durf zo te zeggen dat binnen een dag 10 miljoen volgers bij Manchester United scheelde. En ook een belangrijk verschil tussen aan de ene kant sporters en aan de andere kant artiesten is natuurlijk dat sporters bestaan bij de gratie van elkaar. Als een sporter geen tegenstander heeft, dan is die artiest ook heel knap, maar dan ben je geen sporter. Dus de sporter is per definitie al onderdeel van een groter geheel. Ja. Terwijl een kunstenaar
Kunstenaars die moeten elkaar echt op. Er zijn natuurlijk wel competitieve kunstenaars. Die zoeken elkaar ook wel in de media op. Maar ja, die zijn wel op één hand te tellen. Het is veel meer. Ik wou zeggen, het is niet een eenpersoonsding. Want er zijn ook steeds meer collectieven eigenlijk die samen inderdaad aan het maken zijn. Maar in principe, en wat natuurlijk ook een heel groot verschil is. Met sport weet je gewoon wie de beste is. Want het is meepaard. Een van de mooie dingen is natuurlijk rivaliteit. Dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Ja. Dat triggert controversie. Ja. En natuurlijk heel veel debat. Het aantal social media posts wat zich bezighoudt met de vraag wie er nou beter is, Cristiano Ronaldo of Leo Messi. Ja dat precies. Een debat. Vanzelfsprekend is dat Messi. Dat gaat nergens over. Dat is helemaal duidelijk. Maar op social media. Maar dat is ook alleen omdat dat twee sporters zijn die allebei een teamsport beoefenen. Ja, precies. De individuele sport is natuurlijk veel beter. Daar is geen discussie over mogelijk. Denk aan schaatsen, dan heb je natuurlijk gewoon de records. Ja, ik zit te denken of dat inderdaad klopt. Kijk, natuurlijk opereert iedere sporter in zijn eigen tijd. Ja. En materiaal verandert, omstandigheden veranderen, trainingsfaciliteiten veranderen. Dus vanzelfsprekend zijn persoonlijke records nu hoger dan ze in het verleden waren. Maar dat doet niets af aan die prestaties van het verleden. Kijk, bijvoorbeeld, wie is de beste bokser? Hè? Is dat Muhammad Ali? Is dat Mike Tyson? Of is dat Floyd Money Mayweather, hè, los van de gewichtenklasse. Of die YouTuber. Of Paul Logan, ja, precies. Ja, nee, dat zou ook nog kunnen. Ik denk het niet. Het was een draw. Dus. Ja, het was een draw. Nou ja, het is wel een belangrijk fenomeen in de sport. Dus daarom is het leuk dat je het aanhaalt als voorbeeld. Paul Logan is een YouTuber die zich onderlegd heeft in de boksport. Die daarna gebokst heeft tegen Floyd Money Mayweather, die ondertussen eigenlijk met pensioen is en ongeslagen is. En die niet een money als middelneem voor niets heeft natuurlijk. Nee, die nee, heeft niet. Bakken met geld verdiend. Zij hebben samen, allebei via hun eigen handles, de streams verkocht voor hun gevecht. En daar allebei meer dan 100 miljoen mee verdiend. Dus die hele sportindustrie daaromheen, hè, al die bonden, al die rechtenhouders, zijn ineens een stuk minder relevant geworden. Omdat je blijkbaar 100 miljoen kunt verdienen met een gevecht tussen een YouTuber en een voormalig wereldkampioen. Ze hebben eigenlijk die industrie gehackt. Nou ja, dat zal in toenemende mate zal dat het geval zijn. Want hoe digitaler die industrie wordt, hoe meer de waarde komt te liggen dichter bij de fan. Dus hoe dichter bij de fan, hoe dichter bij de portemonnee je eigenlijk komt, hoe hoger die waarde is. Maar dan moet dat toch ook inspiratie bieden voor kunstenaars. Hoewel geld nog steeds vies is in de kunsten. Maar, Je ziet het zeker wel. Ik denk bijvoorbeeld aan kunstenaarsedities. Het is natuurlijk, want je hebt natuurlijk bij de kunsten kan het echt gaan om 80 miljoen. Je gaat niet via Instagram shop iets kopen van 80 miljoen. Ik verwacht niet dat ooit dat soort dingen. Dat zeg jij, maar we gaan het onderwerp NFT's niet heel erg lang aansnijden. Ja, want het wordt een veel te complexe discussie. Maar met die NFT's. Dat is trouwens wel waar. Ja. Dat is wel heel hard nu. Precies, maar dat is natuurlijk niet een fysiek object natuurlijk. In die zin dat je niet, dat is niet iets wat je aan je muur hangt. Nee. Dus als je naast een hockey koopt. Dan dat zal je dan waarschijnlijk. Maar ja, Christie's en Sotheby's gaan doen natuurlijk ook online veilingen. Dus wat dat betreft, inderdaad. Nou, ik zie wel een hele mooie kans voor een hele goede kunstenaar en een topsporter om samen te werken op een aantal NFT's. Want die sporters die hebben van hun eigen kampioenschappen natuurlijk niet de rechten. Dus wat sporters doen, is die maken ontwerpen, creatieve uitingen van die NFT's. Dat is superleuk, ja. Die maken daar collectibles van. En dat worden dan NFT's die ze verkopen. Dus ze hebben creatieve input nodig om die momenten te vereeuwigen, omdat ze zelf de rechten niet hebben. Ja. Dus dat is een hele leuke. Precies, ja. Die rechten, mooie draai, ja. Speelt het ook in de kunsten? Want wie heeft de rechten van Van Gogh? Dat is redelijk ingewikkeld vaak. In die zin is het dus in de kunst heb je dus inderdaad met de sports heb je vaak natuurlijk gewoon levende sporters. In de kunst heb je natuurlijk ook heel veel overleden kunstenaars die heel erg bekend zijn, nog steeds heel erg gerenommeerd en echt een soort van nog steeds leider eigenlijk zijn. Maar dan gaat het vaak via Pictoright. Dus als een kunstenaar meer dan 70 jaar overleden is, dan is het eigenlijk vrij. Dus bij Van Gogh kan iedereen een werk op een t-shirt plakken of een kleurtje veranderen of iets. En je kan er geld mee verdienen. Dat is ook wel een reden waarom het dus zo'n bekende kunstenaar is. Omdat ik heb dus 5 jaar precies gewerkt bij het Van Gogh. In die 5 jaar is er nog nooit een dag voorbij gegaan dat ik niet iets van Van Gogh heb gezien. Ja. Vandaag heb ik hem nog niet gehad, maar ik werk er inmiddels nu ook natuurlijk niet meer. Maar het is echt, en dat zie je daardoor heel erg. Maar bijvoorbeeld bij Picasso, hij is nog niet 70 jaar dood. Dus daar gaat dan via een foundation.
Daar zitten dan heel veel rechten op, inderdaad. Maar om terug te komen op je vraag, inderdaad. Bij kunstenaars zie je wel veel edities. Dus dat zijn inderdaad wat meer. Dus dan heb je het niet over het enorm hoge segment van Sotheby's en Christie's. En werken die inderdaad echt voor miljoenen en miljoenen gaan. Maar denk een kunstenaar als Floor van het Nederend. Hele toffe grafische werken maakt hij. En die verkoopt ook veel via Instagram. Dan doet hij een aankondiging in stories. En dan doet hij een drop. En dan geeft hij winacties. En inderdaad, in de shop kan je dus allemaal toffe edities aanschaffen. Die niet super duur zijn. En dus ook juist voor. Gewoon de gewone persoon denkt, oh, dat vind ik gaaf en dat wil ik wel. En dan kan je een grote oplage maken. Klinkt heel commercieel. Is dat niet frowned upon? Nee, dat is op zich. Dat hangt een beetje vanaf natuurlijk wie het vraagt. Maar ja. Ik denk dat dat soort dingen heel erg juist iets zijn wat een hele mooie beweging is. Want een kunstenaar, we kunnen daar heel erg in verzanden, maar dat hoeft niet. Maar de culturele sector heeft sowieso natuurlijk wel qua financiën. Is dat natuurlijk wel een dingetje, is dat wel een probleem. En ook voor de kunstenaar om rond te komen. Dus ik denk dat dit juist hele mooie dingen zijn. En dingen juist die heel erg aangemoedigd zijn. En als je over nadenkt, als je kunst maakt, dan doe je dat toch ook omdat je wil dat mensen het graag zien. En ik denk dat social media daar dus inderdaad een nou ja, het helpt mij als ondernemer dat ik een creatieve achtergrond heb. Juist dat creatieve ondernemen, daar ga ik van aan. En het lijkt mij dat het bij de kunsten niet heel veel anders is. Nee, precies. Ja. Het is wel grappig. Ik had inderdaad met iemand erover dat juist vaak bij social media specialisten komen ze van een andere achtergrond. Want ik ben zelf ook een toegepast psycholoog. Je bent beeldend kunstenaar. Wat is jouw achtergrond, Thomas? Ik heb communicatie gestudeerd. Communicatie? Ah, ja, traditioneel. Zoek je nog een baan? Ik heb een baan, maar als je het betaalt, dan we zijn commercieel allemaal, hè? Ik ben duur. Met NFT'tjes betalen misschien? Nou, dat ligt eraan wat ze zijn. Maar het is natuurlijk wel interessant om te kijken. Kijk, waar de sportwereld en de kunstwereld elkaar ook ontmoeten, denk ik, is in de enorme wealth gap. Ja. Hè? Dus natuurlijk zijn er kunstenaars die rijkelijk worden beloond. En natuurlijk zijn er kunstenaars die van paycheck to paycheck leven, zal ik maar even zeggen. Ja. Nou, en die zijn er in de sport natuurlijk ook. Hè? Natuurlijk hebben we Paul Logan die met één gevecht 100 miljoen bijschrijft. Maar het grote, overgrote leeuwendeel van de sporters wordt niet rijkelijk beloond. Zijn er dan te veel sporters en te veel kunstenaars? Dat denk ik zeker niet. Nooit genoeg sporters, zou ik zeggen. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld hier op Papendal hebben we een groep boogschutters. Nou, dat zijn echt super getalenteerde, volledig gemotiveerde jonge mensen die de hele dag niets anders doen dan boogschieten. En ongelooflijk goed zijn, echt wereldtop. Maar die leven van een stipendium. Traditionele media zie je daar vrij weinig van. Maar diezelfde boogschutters, die hebben natuurlijk wel via social media en via de YouTube-kanalen en alle digitale platformen natuurlijk de hele wereld aan hun voeten. Zeker, zeker. De wereld is veel kleiner geworden. Die wereld is veel kleiner geworden, hè? Dus daar ben ik ook erg voor dat ze als ondernemer naar zichzelf kijken en kijken naar wat ze met hun werk wel kunnen. Het gaat niet alleen maar over meer en groter. Het gaat ook over hele toegespitste publieksgroepen. Ja. Waar je heel veel waarde toe te voegen hebt als topsporter. Heb je goede voorbeelden van sporten die juist doordat die communicatiekracht zo vergroot is en geïndividualiseerd is, die daar ook echt grote slagen mee hebben gemaakt? Nou, wat bijvoorbeeld echt in het oog springt is de WNBA. Hè? Dat is de NBA voor dames. Ja. Die hele fragmentatie van de sportwereld. Hè, is namelijk dat sporters niet langer afhankelijk zijn van het uitzenden. We zitten hier bij Beeld en Geluid. Hè, als Nederland 1 of Nederland 2 het niet uitzond. NPO 1. Ja, nee. NPO 2. Ik zeg expres Nederland 1 en 2. Omdat in die tijd. Ja, nu heeft de NPO natuurlijk ook een heel breed digitaal aanbod. Ja. En kun je ook bij de NPO heel veel zien. Maar in de tijd van Nederland 1 en 2 hè, had je twee keuzes. En of het was op tv, ja. Of het was er niet op. Ja. Het is er niet op. Ja, dan was je moet je er naartoe. Ja, dan was het niet te zien. Ja. Hè? En nu is het zo, als jij naar de WNBA wil kijken, Boudewijn, als je naar de WNBA wil kijken, Maarten, als jij naar de WNBA wil kijken, wel, ja. Wat ik van harte aan kan bevelen, dan kun je iedere wedstrijd live zien. Ja. En niet alleen in de US, maar wereldwijd. Dus die mondialisering van de sportwereld, namelijk dat iedere specifieke categorie zijn eigen publiek vindt, dat je op ieder gewenst moment bijna alle sporters in de wereld live aan het werk kunt zien. Is natuurlijk een enorme verandering. En die mondialisering maakt het bouwen van een sterk merk natuurlijk alleen maar
groter. Waarom zou ik willen kijken naar een local nobody als ik ook de allerbeste sporters van de planeet op hetzelfde moment aan het werk kan zien? Ja, de vraag is natuurlijk of de individuele sporters daar dan ook meer aan overhouden. Nu dat zo gemondialiseerd is. Nou ja, als je je publiek kunt vinden. Hè, kijk, unseen equals unsupported. Hè, als mensen niet naar je kijken, worden ze geen fan van je. Nee. Dus dat is onderdeel van de sportwereld. Hè, onderdeel van de professionele sportwereld is dat je wil dat de mensen kijken. Ja. Ja? En als je wel kijkt, maar je bent onzichtbaar. Hè, dat zijn ook heel veel sporters. Die doen wel mee, maar we weten het eigenlijk niet. Hè? 80% van de sporters, als ze geblesseerd raken, die worden geruisloos ingewisseld. Hè? En dan staat er een andere sporter, dan spelen we nog steeds 11 tegen 11. Maar wie het nou eigenlijk is, ja, we hebben geen idee. En de sporters die zich juist wel profileren, en ik zeg het juist zo nadrukkelijk omdat dat ook op kunstenaars van toepassing is. Hè? De kunstenaars die zich wel profileren, die wel worden gemist op het moment dat ze even niks produceren, geen verhalen vertellen of niet presteren. Dat zijn de mensen waar toegenomen waarde te vinden valt. Maar dat zit hem ook heel erg in het merk. En dat is iets wat je heel erg ziet, gewoon überhaupt op social media. Dat je je authentieke stem moet vinden. Dat je jouw plekje, jouw niche. En ik denk dat dat iets heel, heel moois is wel. Juist ook precies wat je zegt. Dat je zou ook juist naar die local mensen kunnen gaan kijken. De local sporters. Juist omdat je dichtbij en verbonden met ze voelt. Omdat ze een bepaald verhaal hebben misschien. Ik denk, dat zag je met Van Gogh. Dat mensen over de hele wereld naar hem toekwamen. Naar die kanalen toekwamen. Omdat dat verhaal, dat was hetgene what they were buying into, weet je wel. En dat niet per se letterlijk buying into, maar gewoon om daar betrokken bij te zijn. En dat is iets wat nog een extra laag eigenlijk geeft, naast het feit dat je dus jezelf moet marketen. Je moet jezelf branden en je moet een verhaal hebben en dat moet je vertellen. En dat is een heel erg belangrijke, bijzondere en ook een hele mooie laag. Juist ook omdat het nu niet meer heel erg van dat millennial stuk is, dat je dus inderdaad helemaal perfect moet zijn en alles helemaal glad en je mag geen fouten maken en alles moet helemaal. Het is juist ook natuurlijk gewoon echte verhalen. Je mag ook fouten maken en je bent juist daardoor echter en benaderbaarder. En mensen zullen ook meer betrokken bij je zijn wanneer je ook echter bent. En dat is een hele mooie ontwikkeling. Ja, ik denk ook dat het superbelangrijk is. En ik denk ook dat het ironische is dat personal branding een hele slechte reputatie heeft. Ja. Personal branding gaat niet over de verpakking en het gaat niet over iemand anders zijn dan je bent. Het verschil tussen marketing en branding is juist, als je je market, hè, dan pas je jezelf en je aanbod aan wat de markt van je vraagt. Maar als je je brand, dan ben je met intentie jezelf aan het presenteren. Dus wat mij betreft, hè, mental health is een enorme topic momenteel in de sport. Hè. Naomi Osaka profileert zich op dat onderwerp, voelt zich bezwaard. Simone Biles, beste turner aller tijden. Is geen discussie over. Mm-hmm. Beste turner aller tijden. Heeft zich daarover geuit. Ik denk juist dat personal branding ook een soort bescherming is. Hè? Een soort manier om jezelf steviger in de schoenen te zetten. Hè? Als je je hele leven leeft alsof je iemand anders bent. Alsof je, terwijl je iemand aan het kopiëren bent of een rol speelt. Dan ga je daar onderdoor. Hè? Aan de enorme verwachtingen en aan de kritiek die je krijgt als topsporter. Daar is nauwelijks mee om te gaan. Hè? Het is, hè, maar het tonen van die menselijkheid. Dat, ja, maar ook met intentie nadenken over waar wil ik nou onbekend staan? Hoe wil ik mezelf positioneren en presenteren, maar ook wat hou ik voor mezelf? Waar liggen de grenzen? Waar ga ik niet overheen? Wat doe ik niet? Nou, daar is wel een brug te slaan met de kunstwereld, omdat natuurlijk met social media, we hebben dat besproken, was vaak kunstenaars zoiets hadden van, ja, maar wanneer laat ik mijn werk nou eigenlijk zien? Ik wil pas laten zien, ja, als het af is. Af, ja. En terwijl, ja, mijn ervaring is dat het fandom rondom die kunstenaar, en ook geldt ook voor de sporter, veel meer geïnteresseerd is inderdaad in het verhaal, maar ook de making of. Ik heb ooit een beeldend kunstenaar mogen coachen. Die had nog nooit iets op Instagram gedaan. En ik heb haar kunnen wijzen op het feit dat zij echt op een andere manier naar de wereld kijkt. En als ze daar, zeg maar, haar telefoon tussen haar oog en de wereld zou houden, dat ze daar potentie heeft om een hoop volgers te krijgen die heel graag door haar ogen willen kijken. Nou, volgens mij is dat wel gelukt. Maar dat lijkt me voor een zowel voor een sporter als voor een kunstenaar. Een sporter die, zeg maar, de humbleness moet
hebben, of eigenlijk het kwetsbare, om ook de minder goede prestaties, de weg naar Tokio, de weg naar de top, zeg maar, te tonen, die allemaal bijdragen aan dat verhaal wat je vertelt, geldt dat ook voor de kunsten? Ja, en ik denk dat dat ook wel een stukje verantwoordelijkheid bijna ook wordt, wanneer je echt een icon-status hebt en wanneer je echt naam hebt. En dat is juist ook het mooie en het inspirerende wat social media kan zijn. En ik ben er altijd een enorme voorvechter geweest, ook bij het Van Gogh Museum, om juist over mental health te praten en juist een platform daarvoor te zijn dat mensen naar je toe kunnen komen om daarover dat gesprek te hebben. Want het is een hele uitdagende tijd. Nou ja, het is natuurlijk nu helemaal opgeblazen met Facebook, op dit moment natuurlijk ook met Instagram Teens. En het is juist zo'n belangrijk stuk. En wanneer je een platform hebt en wanneer je dat podium hebt, komt daar ook een stukje verantwoordelijkheid bij en kansen om ook de wereld natuurlijk een stukje beter te maken. En, en dan beter kan, dat is natuurlijk in die zin een hele lastige definitie, maar wel dat je zelf in ieder geval op een authentieke manier iets waar jij om geeft en waar jij betrokken bij bent, denk inderdaad aan voor Naomi Osaka, voor mental health, juist dat je daar ook mensen ook verder mee kan helpen en mee kan inspireren. En nou, we hebben het gezien met COVID natuurlijk. Al de video's van mensen die zingend, de operazangers die zingend in de Italiaanse balkonnetjes stonden. En nou ja, ik heb daar ook troost en comfort in gevonden. En dat is juist iets heel moois om te kunnen doen. En als je dan zo'n platform hebt gecreëerd, als je dan is gelukt, dan is dat natuurlijk echt iets wat heel veel waarde brengt ook. Ja, en daardoor wordt het alleen maar groter natuurlijk. Dat ook nog. Maar het gaat ook niet, in ieder geval in mijn opinie, niet altijd om de persoonlijke gewinnen, heel veel mensen naar je luisteren, maar juist ook, daar komt natuurlijk de psycholoog in mij naar boven. Mm-hmm. Juist ook dat je iets betekent voor de mensen. Nou, als je maar één iemand kan raken. Precies. Ja. Nou, ben ik heel erg licht geraakt. Hey, dat weten we allemaal. Ja, nee, natuurlijk. Ik zit te wachten op die traan. Ja, nee, de cameraman ook trouwens. Ja, nee, ik zie het helemaal voor me. Maar als we kijken naar de maatschappelijke impact van individuele sporters, de rise of the purpose-driven brands, en dan zien we sporters over de hele breedte eigenlijk wel zich maatschappelijk engageren, zowel in Nederland als daarbuiten. We hebben Caitlyn Jenner, dat is Call Me Caitlyn, dat moet ik over gender identity hebben. Colin Kaepernick al genoemd. Maar zo zijn er bijvoorbeeld in Marcus Rashford in de UK of in Serena Williams natuurlijk tal van activistische sporters die van hun platform gebruik maken. En what you bring, bring is bigger than bling. Het gaat meer over authenticiteit en over betrokkenheid dan dat het gaat over alleen maar winnen. Want iedere sporter weet, winnen is geen strategie. Uiteindelijk horen blessures of performance slops of verliezen is een essentieel onderdeel van de sport. Hè? Als je alleen maar wint, dan en van het verhaal. Ja, er is geen één sporter die alleen maar wint. Het hoort er echt bij. Ja. Dus het bouwen aan je merk maak je alleen maar beter bestand tegen die onvermijdelijke verliespartij waar tegen je ongetwijfeld tegenaan loopt. Mooi. Zijn er, als je, we zijn nu in 2021. We hebben eigenlijk gewoon letterlijk de media in de hand. Hè. Je kan alle kanten op. We zien dat zowel sporters als kunstenaars dat mediaplatform steeds meer pakken. Dat we er naartoe gaan dat verdienen aan datgene waar je goed in is bent niet per definitie slecht hoeft te zijn. Hoe zien jullie die ontwikkelingen? Zeg maar als je nu 5 jaar vooruit, is misschien lang, 10 jaar is nog langer, maar als je nou 5 jaar vooruit kijkt, hoe zie je de kunsten? Nou ja, ik hoop dat ik er zelf een bijdrage aan zou mogen leveren. Om dus inderdaad meer kunst een podium te geven online. En meer mensen in aanraking te brengen met kunst. Dus ik denk dat de ontwikkeling veel meer zit. Inderdaad ook, nou ja, denk aan natuurlijk met het klimaat. Om juist een boodschap en mensen bewuster te maken. En juist ook echt die waarde te brengen. En ik hoop heel erg dat er, nou, je ziet de trend ingezet worden. Met inderdaad juist het stukje zorgen en het stukje engagement eigenlijk wat er is. Dat nog verder wordt verdiept en dat social media ook en ook de platformen zelf een keer een stuk verantwoordelijkheid nemen in een bijdrage daarin. Ja. Dus ik hoop heel erg dat is in ieder geval mijn optimistische zelf. Ik hoop dat daar een enorme ontwikkeling is. En het bouwen van iconen, of het nou in de sport is of in de kunsten, ik denk dat daar een hele belangrijke rol in zit.
En ik hoop daar een nederige bijdrage aan te kunnen leveren. Thomas vertelde net kort even over de technieken. Hè? Dat er nieuwe technieken vernoemd worden naar sporters. In de kunsten kennen we natuurlijk de uitvinding van de olieverf. Wat allemaal kunstenaars van hun atelier naar buiten gebracht heeft. Ja. Want ze konden eindelijk niet alleen in de natuur schetsen, maar ook schilderen. We hebben de uitvinding van de fotografie gehad. Op dit moment komen we om in nieuwe technologieën, AR, VR, you name it. Ik ben nog niet heel erg onder de indruk van hoe kunstenaars over het algemeen daarmee omgaan. Heb jij nog voorbeelden van kunstenaars die we in de gaten moeten houden, die echt het uiterste uit die nieuwe technieken halen? Oeh, dat is een goede vraag. Het is inderdaad wel soms een beetje zoeken inderdaad, naar kunstenaars die daar echt heel erg ver inkomen. Ik ben toevallig zelf ook bezig met een kunstenaar die ook echt die dook op de iPhone 13. Dat was echt gelijk. Oh ja, want dan kan je daarmee natuurlijk 3D-rendering gaan doen. En ik denk dat Marina Abramović heeft een mooie stap gezet met haar VR-ervaring. Ja. En dat was ook echt een interactief kunstwerk. Dus je kreeg dus zo'n VR-bril op. En dan stond ze tegenover je en dan ging ze tegen je praten. En dan was op een gegeven moment een bepaald dilemma wat je kreeg. En op basis daarvan veranderde het ook. En dat was wel een heel vet iets. Moest de techniek nog wel wat verder komen, want heel veel mensen werden daar best wel misselijk van. Maar goed, die ervaring, dat is natuurlijk wat elke kunstenaar en wellicht ook elke topsporter mee wil geven. Die ervaring van het winnen, het gejuich in een stadion, het voor het eerst in je leven voor een Yves Klein staan in een Duits museum. Ja. Is dat te vertalen naar techniek of weten we dat gewoon nog niet? Moeten we daar geduldig zijn? Ik denk absoluut, het is zeker wel te vertalen. Maar het is inderdaad, en dat is ook wat ik eerder zei, dat het steeds meer samenwerkingen worden, ook in de kunsten. Want inderdaad, het is wel heel, ook de techniek natuurlijk, het gaat wel heel ver. Dus daar heb je ook ontzettende specialisten ontstaan. Ja. Nou, weet je, zoals je ook altijd heel trots bent op Brouwen, ook hoeveel techniek jullie in huis hebben. En dat is, in onze tijd zijn er gewoon steeds meer specialisten die overal ontstaan. Dus daar ontstaan samenwerkingen. En die samenwerkingen, ik denk dat daar wel hele toffe kunstwerken uit kunnen ontstaan. En die best wel behoorlijk immersive kunnen gaan worden. En nou ja, je ziet het. Dat is inderdaad wel mooi, hè? De experiences. Ja. Ja, Teamlab, dat is dan inderdaad echt, dat is een kunstenaarscollectief. Ja. Die zijn wel, en dat is inderdaad een goed voorbeeld van kunstenaars die wel echt innoveren op het gebied van techniek. Nou, Thomas heeft net een uitnodiging op tafel gelegd om inderdaad ook topsporters en kunstenaars meer met elkaar samen te laten werken. Ja. We zijn bijna door onze tijd heen, eigenlijk zo goed als. Thomas, heb jij nog een een nabrander? Ja. Nou ja, ik zat nog wel na te denken over die toekomst. En ik denk één aspect wat we nog hebben gemist is zeg maar even de wisselende rol tussen consument en creator. Hè? We hadden het net over de opkomst van de mobiele telefoon en de iPhone 13. Mm-hmm. Er zijn nog nooit zoveel creators geweest als vandaag. Ja. En het monopolie op creatie is ondertussen wel verdwenen. Hè? Dat ligt niet meer bij de kunstenaars, het ligt niet meer bij de rechtenhouders. Dat ligt bij de consument. En de capaciteit van de rechtenhouders, de creatoren, de eigenaren om hun werk te open sourcen, hè? Om te co-creëren met de mensen om hen heen die dat werk en die sport waarnemen. Ik denk dat daar zich nog heel veel gaat ontwikkelen. Hè? Dat mensen zich fotograferen met de ingepakte Arc de Triomphe of met de Mona Lisa of met de zonnebloemen van Van Gogh of met een bekende sporter, een selfie. Dat gaat dan niet om de foto van henzelf. Het gaat om de foto binnen die context. Het gaat erover wat dat werk of die sportervaring of die sporter over het individu zelf zegt. En daarmee veranderen ze ook de merkwaarde van het kunstwerk van de sporter en dat evenement waar ze zijn. Je leeft bij de gratie van die interactie en de capaciteit om je merk te opensourcen. Je, niet alleen je merk, maar ook je werk te opensourcen. Ik denk dat daar heel veel spannende dingen nog te vinden zijn. Ja, tussen kunst en quarantaine is daar denk ik een ultiem voorbeeld van. Alle wereldburgers die met hun favoriete kunstwerk aan de slag zijn gegaan en daar hun eigen uiting aan gaven. Heb je dat gedaan, Maarten? Zeer zeker niet. Ik zei al, ik ben kunstenaar in rusten. Onze tijd zit erop. Ik wil jullie heel erg bedanken. Thomas, waar kunnen mensen jou volgen? Nou, ik denk dat het handigst is om op Twitter te kijken. En dat Twitter? Is Thomas van Schaik. @ Thomas van Schaik. Boudewien? Ja, hele lange naam natuurlijk. Maar Boudewien Chalmers Hooijink van Papendrecht. Op Instagram, LinkedIn. En natuurlijk mijn bedrijf, Bubble Shooters Network. Op LinkedIn en Instagram. Helemaal goed. Morgen is de laatste aflevering alweer van
Social Hour powered by Rouse CC. En morgen zit hier, en dan moet ik even spieken, want ik ben niet zo goed in dingen uit mijn hoofd leren. Maar zit hier mijn collega Dennis. U kent hem wel van Kennis met Dennis. En hij praat al met Jan Verwoerd van de 360-fabriek en Bas Gezelle van Player Studio over wat de toegevoegde waarde van augmented reality op social media is. Nou, we hebben augmented reality en VR even kort genoemd. Ik hoop dat ze ook met voorbeelden uit de kunsten en de sport komen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. En ja, deze aflevering is vanaf morgenochtend weer terug te kijken voor al diegenen die er niet bij waren. Jullie hadden ongelijk. Tot morgen. Dank je wel. Dank je wel.